Jim Sjogge. Het is mijn tijd voor Puzzelpost nummer 15. En de vraag van deze week is: is een vakantie in Nederland krijg zo leuk als een vakantie in het buitenland? Reageer met een vlagje van Nederland of met een vleertuig. Ik weet het, dat stond de video van vorige week als journalist, maar ik wil het agrogeen met Jerma, Janke en Fenna en zij liet een action. Hoe stond agrogeen broekenkist in het duistige leven? Maar we gaan natuurlijk nog naar deze week en we hier weer een geweldig mooie puzzelpost. Dat weer deze foto. En die foto die weer vanzelfs van Marije Zuurveld. Dus Marije, bedankt voor deze geweldig leuke foto. En we moesten natuurlijk, ik ben een winnaar uitzieken en de winnaar van deze week is Ime. Ime, gefeliciteerd! Ik kom erom! Onza! Dan krijg je natuurlijk dit fantastische boek. Winnerhaast, nummer 36, maar ik ga eens even zien met die wennen. Dit is 26. Nummer 36. Dus, boekje heb ik bij me. Ik zal nog eens even ombijden. Even zien. Wat hij er is. Hallo. Ime, ja. Jongen, hoe is het? Goed. Mooi. Was lekker vakantie natuurlijk. Ja. Oh, opzakken. Ja. Wat ben je aan het doen? Beetje aan het bouwen en zo. Aan het bouwen? We hebben ze maar aan het bouwen, no? Vliegtuigen. Kun je een eigen vleertuig gaan bouwen? Ja. Hé, hey, en mag dan ik een vleerbrevet haalt net? Hoeft op zich niet, maar dan moet er altijd iemand naast je staan. Maar ik heb er wel een. Zoals we straks misschien gaan vliegen, dan mag ik gewoon in mijn eentje gaan vliegen daar. Wat stoer. En hoeveel van die vleerturen hast je dan? 8. Dat is wel heel soort, hè? Ja. En ken je al je vleeren? Allemaal, ja. En is dat in enige hobby? Nee, ik drum ook nog. Ik zit ook bij een korps, dus ik kan de noten. En was letterlijk piloot, hè? Het lijkt me heel leuk om voor mijn baan gewoon te model vliegen. Hartstikke van lezen, trouwens. Jawel. Oké. Okay. Jawel, in één keer vlies. Ja. Heel goed. Heel goed. Hey. Ik heb een heel spannend boek. Het is wel een beetje een gekke titel. Dit is het boek. Ja. Kun je een beetje vangen? Jawel. Ja. Nou, komt ie aan, hè. 1, 2. Hoppakee. Heel goed. Ik dwar het haast net te vlegen, maar mag ik ze zien? Tuurlijk. Oké. Okay. Kom maar mee. We hebben hier een Eurofighter. Hier hebben we de Thunderbolt. De Little Glider. Mijn indoor vliegtuig, dus voor binnen. Hier zit de familie. Hoi. 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 Dit is een extra 300 van E-Flight. Hoe voelt het, Ime? Goed. Echt heel goed. Waarom dan? Gewoon, het is gewoon... Het vliegen zelf is gewoon mooi. Dat je gewoon zelf, je bouwt iets en dat je het dan ook nog eens een keer kan vliegen, dat is gewoon mooi. Dat doet wel even goed. Waar het kunt zeggen. Ja, dat is echt waar. Heel vaak doet. Het is wel jammer dat heel weinig kinderen het doen, want het is gewoon een leuke hobby. Dus, Ime? Ja? Hey, zit ik bij een club? Ja. Hoe heet die club? LLCR, ja, in Leeuwarden. Oké. Okay. En als je dit nou ziet en je vindt het leuk, ga gewoon eens een keer naar de website, tik in LLCR, ja, in Leeuwarden, dan kom je het vast wel tegen. Ik weet hoe we het gaan aanpakken, Roos. Je had natuurlijk al lang veilig bij je pleegouders moeten zijn. Eerlijk gezegd kwam dat gisteravond door alle commotie niet eens bij me op. Stom natuurlijk, ik dacht alleen maar... Nou ja, ik ben blij dat ik het niet gedaan heb, want ik heb je nodig. Durf je het aan? Het is niet helemaal ongevaarlijk. Oh, dit is een gekke video. Was het een weekend, maar dan reageren op de eerstvolgende puzzelpost. En waar ben ik zorg ik die dan volgende weekend? Gaat u erin? Hoi! Hoi!